In deze video wil ik gaan kijken naar de bijlijnregeling. Dit is iets waar ik de laatste week over heb gelezen. Het is op mij van toepassing, maar ook op veel andere mensen. Mensen die bijvoorbeeld een annuïteitshypotheek hebben of die extra aflossen op hun hypotheek. Dus in deze video wil ik wat meer informatie daarover geven en de vraag voor mezelf beantwoorden. Is het nog wel interessant om extra af te lossen, omdat je juist dus meer overwaarde creëert die je uiteindelijk mee moet nemen naar je volgende huis? Nou, die informatie zie je in deze video, dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week 2 video's. Die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus zijn dat onderwerpen die je leuk vindt, waar je meer over wilt zien. Abonneer je dan hier op het kanaal, dan mis je nooit meer een video. Maar in deze video gaan we dus kijken naar de bijlijnregeling. De afgelopen 2,5 week had ik vakantie en in die vakantie had ik ondertussen ook dit boekje van de Rabobank gelezen. Straks heb je het nodig. Er staat heel veel informatie in over hoe je dus dingen voor later kunt regelen. En een van die dingen die daar ook kort genoemd werden, was de bijlijnregeling. En aangezien ik niet precies wist wat het was, kreeg ik al wel de indruk dat het voor mij van toepassing was, heb ik er iets meer onderzoek naar gedaan. De bijlijnregeling heeft invloed op iedereen die dus eigenlijk aflost op zijn hypotheek in de vorm van een annuïteithypotheek. Dat is iets wat ik al heb. En ik doe ook nog eens elk kwartaal aflossen, dus ik los nog eens extra af. Dus eigenlijk iedereen die aflost op zijn hypotheek en van plan is in de toekomst nog een nieuw huis te kopen, die wordt getroffen door deze bijlijnregeling. En heel simpel gezegd zegt de bijlijnregeling, alle overwaarde die je uit het ene huis hebt, moet je meenemen naar het volgende huis. En dat heeft dus impact op de hypotheekrente die je kunt aftrekken eigenlijk bij de Belastingdienst. Laat ik het iets duidelijker uitleggen aan de hand van een voorbeeld. In ons voorbeeld zien we dat we bijvoorbeeld uit het eerste huis dat we nu verkopen 50.000 euro overwaarde hebben. En we gaan dan kijken naar een nieuw huis. We zullen zien dat we voor het nieuwe huis een hypotheek kunnen afsluiten van zeg maar 300.000 euro. Dan kunnen we ervoor kiezen om 300.000 euro hypotheek te pakken en onze overwaarde ook te gebruiken om een huis dus van 350.000 euro te kopen. Maar we kunnen er ook van kiezen om de hypotheek van 300.000 euro te nemen en een huis van 300.000 euro te kopen. En die 50.000 euro overwaarde bijvoorbeeld op de bank te zetten of te beleggen. Maar wat de Belastingdienst dus zegt is dat je de overwaarde van je ene huis moet gebruiken voor het nieuwe huis. En dit wil dus zeggen dat ze die 50.000 euro eigenlijk verrekenen met de hypotheek die je hebt. En misschien heb je dan wel een hypotheek van 300.000 euro, maar aangezien je overwaarde 50.000 euro was, mag je tijdens de belastingaangifte nog maar hypotheekaftrekrente toepassen op 250.000 euro. En dat is dus die 300.000 euro min die 50.000 overwaarde. Dus eigenlijk heeft de overwaarde van het huis wat je nu hebt invloed op je hypotheekrente of op je hypotheek in het volgende huis. En je moet deze bijlijnregeling, deze overwaarde zelf aangeven bij je belastingaangifte. En deze is nog 3 jaar geldig. Dus stel jij verkoopt je huis op dit moment en je koopt je volgende huis pas over 4 jaar. Omdat je misschien bij je ouders terug gaat wonen of je gaat de wereld rondreizen. Maar je koopt in ieder geval in 3 jaar tijd geen huis. Dan ben je dus niet meer verplicht om die overwaarde toe te passen. Het is alleen het geval wanneer je het ene huis verkoopt en het volgende huis koopt 3 jaar nadat je het eerste huis dus hebt verkocht. En toen ik dit las dacht ik dus, heeft het nog wel zin om misschien maandelijks of per kwartaal extra af te lossen. Want op dat moment zorg ik dus voor meer overwaarde. En dat heeft dus impact op het volgende huis dat ik wil gaan kopen. Of in ieder geval op de financiering of de hypotheekrenteverrekening op mijn volgende huis. Dus is het nog wel interessant om misschien wel 1000, 2000 euro per jaar extra af te lossen. En hoewel dit op het eerste moment misschien niet zo zal lijken, is het toch denk ik wel interessant om extra te blijven aflossen. Ten eerste natuurlijk omdat je wil dat je hypotheeklasten zo laag mogelijk houdt, je schulden zo laag mogelijk en dus ook maandelijkse bedragen die je moet betalen zo laag mogelijk, want elke extra aflossing zorgt ervoor dat je maandelijkse bedrag lager wordt. Daarnaast is de overheid toch al bezig om de hypotheekrenteaftrek die je hebt de komende jaren af te bouwen, dus je kunt toch steeds minder geld uiteindelijk terugvragen van de rente die je betaalt. Dus misschien is het op dit moment nog iets interessanter, maar de komende jaren wordt het toch steeds minder interessant. En is het misschien nog wel interessanter dus om gewoon telkens extra af te lossen. En waar het dus vooral impact op heeft, is op de hypotheekrenteaftrek. Nou, kort door de bocht gezegd, de komende jaren zul je uiteindelijk nog een derde van de rente die je betaalt terug kunnen krijgen via de Belastingdienst. Maar het is natuurlijk altijd interessanter om ervoor te zorgen dat je ten eerste zo min mogelijk rente betaalt. En dat doe je dus door extra af te lossen. Want je kunt wel zeggen, ik krijg misschien 3000 euro terug en ik heb 9000 euro betaald aan rente, maar je kunt er misschien beter voor zorgen dat je in plaats van 9000 euro betaalt, dat je misschien wel 7000 euro betaalt aan rente. Dus extra aflossen heeft daar veel meer impact op. En eigenlijk kun je dus zeggen met de hypotheekrenteaftrek, je krijgt een gedeelte terug,
nadat je het eerst al betaald hebt. Dus ik denk dat het toch gewoon interessanter is om telkens af te lossen. Het enige nadeel van deze regeling is natuurlijk wel dat je ten eerste zelf bij moet houden. Je moet zelf een boekhouding voeren. Je moet laten zien wat de overwaarde van je eerste huis was. Hoe je dit verrekent met je tweede huis. Dat soort dingen. Dus al deze gegevens moet je zelf overzichtelijk houden en bij de hand hebben. En eraan denken tijdens je volgende belastingaangifte. En daarnaast moet je altijd kijken of extra aflossen ook nog invloed heeft op toeslagen die je krijgt van de Belastingdienst. Maar dat is een beetje je eigen situatie, dus daar moet je iets meer onderzoek naar doen. Dus het kan misschien wel zo zijn dat het interessanter is voor je hypotheekrente die je betaalt, maar dat het dan met je toeslagen iets minder interessant is om extra af te lossen. Hangt een beetje van je situatie af, dus voor iedereen anders. Maar ik wil je een beetje op de hoogte brengen van deze bijlijnregeling. Op het eerste moment kon ik hem ook nog niet echt. Ik zag hem voorbij komen in het boekje zoals gezegd. Dan stond het niet zo uitgebreid uitgelegd dat ik meteen wist wat het inhield. Ik heb iets meer informatie gezocht. Uiteindelijk valt het misschien wel mee. Maar de eerste indruk die je krijgt is dat extra aflossen dus niet altijd zinvol is. Zeker als je een nieuw huis wilt gaan kopen. Maar dat het eigenlijk achteraf misschien wel meevalt. En dat de voordelen van extra aflossen nog altijd groter zijn dan de nadelen van deze bijlijnregeling. Het is gewoon iets wat je rekening mee moet houden. Als je een nieuw huis wilt gaan kopen, ben je sowieso wel niet van plan een nieuw huis te gaan kopen in de komende jaren. Of zit er meer dan 3 jaar tussen dat je een huis verkoopt en koopt. Dan is het niet van jou van toepassing. En dan kun je het beste dus gewoon extra aflossen, zou ik zeggen. En tot zover deze video. Als je nog vragen of opmerkingen hebt, laat ze even achter onder deze video in de reacties. Of klik onder deze video op onze Discord link. Dat je naar onze chat komt en stel daar je vragen. Vond je nou een leuke video? Geef even een duimpje omhoog. Vond je wat minder? Geef even een duimpje omlaag. Laat ook onder deze video weten wat je goed of minder goed vond. Dan neem ik dat mee naar de volgende video. En aangezien je nog steeds aan het kijken bent naar deze video, is het waarschijnlijk een interessante video voor jou. Zoals gezegd maak ik elke week 2 video's over de onderwerpen persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. Dus zijn dat onderwerpen die je leuk vindt, waar je meer over wilt zien. Abonneer je dan hier op het kanaal. En dan zie ik je graag in de volgende video weer terug.